heb vandaag een superleuke video voor jullie, want ik ga mijn koffer inpakken en lekker een chit-chat doen. Ik was de afgelopen dagen best wel grieperig en ik ben nu nog steeds niet helemaal op de top fit. Dus ja, ik dacht van weet je wat, ik ga gewoon even wat rustiger aandoen. Nee, ik moest echt even uitrusten en aan mijn gezondheid denken. En ik dacht van nou, ik ga nu ook op vakantie, weet je, dan wil ik wel fit op vakantie gaan. Ik baal nu al eigenlijk dat ik een beetje een loopneus heb. Maar al dat gezegd hebben, ik ga er niet dood aan, dus ik moet er niet zo heel erg aanstellen. Maar al dat wat ik dus wilde zeggen, de komende 2 weken, 1 keer in de week upload, dus op dinsdag, dat ik dus mijn hele vakantie ga filmen. Van A tot Z, gewoon echt alles, gewoon alles, alles, alles. Super chill. Ik vind het zelf ook altijd leuk om naar video's te kijken van andere mensen als ze dan op vakantie gaan en zo. Dus ik ga nu mijn koffer met jullie inpakken. Oké, ja, dit hierachter is mijn koffer. Ik ga dat zo even voor je filmen. Wat ik meestal doe is een paar setjes bij elkaar verzinnen. Een paar setjes heb, dan kan ik dat wel combineren met andere kleren, ja. En nu wil ik dus eigenlijk niet zo heel veel meenemen omdat we zeg maar een roadtrip gaan doen. En heb ik geen zin om heten met de koffer te sjouwen. Vooral omdat we van hotel naar hotel gaan en ja, dan zie ik het niet zo. Daar zit dan iedere keer die gigantische koffer in en uit te pakken. Dus dat wordt best wel een uitdaging voor mij. Nou, het deel van de jongens zit er al in. Dit stukje is dus voor mij. Je ziet al dat dit echt heel erg weinig is voor mij. Maar dat laten we maar beginnen. Ik heb hier mijn make-up tasje al klaarstaan. Dit is echt heel weinig voor mij doen. Want er zit ook nog natuurlijk mijn crampjes in. En nou, deze wil ik sowieso meenemen. Want die vind ik echt mega gaaf. Het is ook wel een fijne loopbroek, moet ik zeggen hoor. Ik denk dat ik deze mee ga nemen. Mijn Aladdin schoentjes. Mijn zilveren schoentjes. En deze die ik net laatst nieuw had gekocht bij de Zara. Alleen dit, jongens. Weet je wat het is? Als ik uitga of als ik uit eten ga, dan wil ik heel graag weer een hakje aan. Maar dat heb ik dan dus nu niet mee. Maar als ik weer hakken erbij ga doen, dan heb ik daar geen ruimte meer. Echt moeilijk. Kijk, setje 1 met een gele t-shirt. En setje 2, want dit is een beetje een best wel lekkere stof met deze broek. Dus heb ik al 2 setjes. Dit is denk ik mijn 3e setje. En deze ook weer in mijn broek. En dan heb ik hier gewoon een witte jeans. Altijd handig. Hier heb ik dan mijn badpak. Die neem ik mee. Bikini topje. Een wat hogere bikini broek. En dit ook. Deze bikini, die heb ik ook altijd aan. Nou, die zit gewoon lekker. Ja, deze gaat ook zeker mee. Sorry, maar daar moet ik nog wel wat foto's mee rocken. Ik vind het soms ook wel fijn om een badpak aan te hebben in plaats van alleen maar bikini. Dan heb ik nog een uitgeschreven broekje. En een wat hogere. En deze zit echt best wel hoog op de timer. Ik heb altijd eigenlijk meer bikinis mee of meer badpakken. Ik ben nooit zo van het hele tijd uitspoelen. Dus dan denk ik, nou, dan neem ik gewoon meerdere bikinis mee. Dan zit ik altijd goed. Ja, ik heb gewoon echt zin in de zon weer, weet je. Gewoon even lekker chill. IJsje erbij. Echt lekkere pasta hebben, weet je wel. Ik vind dit wel oké, eigenlijk. Want ik heb nog maar zo'n mini stukje over. Het is echt... Ik weet niet hoe ik dit ga doen. Maar dit is echt een uitdaging voor mij. Hij is wel wat aan de warme kant, moet ik zeggen. Maar hij is echt ideaal. Als ik een avondje uit eten ga, dan neem ik deze wel mee. Dat vind ik wel echt een toppertje. Hij neemt wel heel erg veel ruimte in beslag. Moet je kijken. Kijk, het past. Het neemt gewoon echt te veel, denk ik. Kijk, dat bedoel ik. Ik ben hier niet goed in, jongen. Deze had ik toen een keer in Ibiza gekocht. En hieronder zo. Dat is toch super cute? Ik ben bang dat ik dat vergeet. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeet. Maar dat gevoel heb ik altijd. Maar nu heb ik echt het gevoel dat ik iets vergeet. En ik kom er ook niet bij. Dat vind ik heel vervelend. Want ik heb dat vaak. En volgens mij heb ik alles. Setjes genoeg. Niet zo zullen. Ik denk dat iedereen wel in Italië is geweest, behalve ik. Dus ik ga nu. Nu pas. En ook nog even sorry zeggen voor als ik niet zo bubbly overkom vandaag. Want ik voel me echt niet lekker. Dit was alweer het einde van mijn video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En als je dan toch duimpjes omhoog geeft, vergeet dan niet te abonneren. En dan blijf jij op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Oh ja, en als jij het belletje meeneemt, dan krijg jij iedere keer een mailtje binnen wanneer ik een nieuwe video heb gemaakt. Laat me weten hieronder waar jij naartoe gaat. Waar is het jouw vakantiebestemming dit jaar? Of misschien ben je al op vakantie geweest.
Wat zijn nog aanraders in Italië? Let me know hier beneden. Ik ga lekker met de auto. Dus ik kan gewoon overal stoppen. Doei doei!